Lieve snor, lieve snor. We hebben samen hele mooie tijden beleefd. We hebben samen hele leuke dingen gedaan. Maar aan elke vriendschap komt de eind. Ik weet dat we elkaar wel nog eens gaan terugzien. Maar de kijkers houden niet van je. Dus lieve snor, bij deze zeg ik au revoir. En zo zie ik er weer uit als een 12-jarig kutkind. Niet dat ik er ooit anders heb uitgezien, maar oké, de snor is weg. Dus dames en heren, vandaag gaan we een video maken die ik eigenlijk al heel lang wou maken. Maar ik was altijd aan het wachten op het juiste moment, zodat ik echt eens de feeling had van echt de pijnlijke gevoel dat ik er beter over kon praten. Zoals elke dag hebben wij de pikvis van de dag. En deze is echt fucking awesome, holy shit, deze is fucking groot. Deze is echt super groot, holy shit. Dus we gaan er een leuke video van maken. Ik ben eerst dat ik wil zeggen, doe zeker een duimpje omhoog en like gewoon, want dat is super chill. En let's go! Yo YouTube, Aysen hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het tijd voor een heel speciale video, zoals ik had gezegd in het begin van de video. En holy shit, ik heb zin om te spelen en ik heb zin om lekker bezriet te spelen. Ik heb zin om dit verhaal met jullie te delen, want het is wel iets die ik al heel lang wil vertellen aan jullie. Het is lang geleden dat ik jullie nog eens heb verteld over mijn schoolpunten. En ik dacht dat na vandaag op school de geweldige, perfecte, beste gelegenheid ooit was om jullie eens te vertellen hoe het nu eigenlijk zit bij mij op school. YouTube blijft en blijft eigenlijk gewoon steeds een groter ding te worden van mijn leven. Waardoor er steeds meer en meer tijd naar YouTube gaat en minder naar school. Laat me jullie even meenemen naar een tijdje terug in de lagere school of in het eerste en tweede middelbaar. Waar ik echt, je mag het niet geloven, maar het is wel zo. Enkele jaren geleden was ik echt een van de beste leerlingen van mijn klas. En dan niet qua opvoeding tegen de leerkrachten of zo, nee, echt gewoon qua punten. Tot het tweede middelbaar had ik echt super goede punten. En ik begon letterlijk te huilen, te wenen, echt gewoon te janken in de klas als ik slechte punten had. Zo erg was het. Ik weet niet of je dat nog kan zien aan mij, maar dat was zo. Ik begon echt te wenen als ik slechte punten had. Vanaf dat ik naar het derde middelbaar ben gegaan, is het allemaal, ja, gewoon weggegaan. Iedereen had mij al super lang gezegd, het derde middelbaar is moeilijk. Als je niet studeerde in het derde middelbaar, ja, dan ga je er gewoon niet komen. Ik heb dat eigenlijk meer opgevat als een uitdaging dan als een waarschuwing. In plaats van meer studeren, ging ik minder studeren om te kijken hoe slim ik was. Mijn punten gingen wel omlaag, maar ze bleven goed. Ik had 70 of zo in het derde middelbaar, wat volgens mij goed was, want iedereen zei dat het derde middelbaar zo moeilijk was. Ik vond het helemaal niet moeilijk, alleen de fout die ik had gemaakt was, ik studeerde niet en ik deed gewoon niks voor school, waardoor ja, er gewoon niks gebeurde. Ik heb letterlijk de trein gemist in het derde middelbaar, die mij had moeten leren hoe ik moest studeren. Ik zit momenteel in het vijfde middelbaar en ik studeer economiewetenschappen. Dat is een redelijk moeilijke richting, want ik heb ja ook gewoon fucking veel wiskunde en fucking veel wetenschappen en fucking veel economie. Dus je kan wel zeggen dat het een pittige richting is voor een pittige YouTuber. Ik zit nu in het vijfde middelbaar. Ik weet nog altijd niet hoe ik moet studeren. En ja, het is rampzalig. Ik was altijd zo de coole guy. Als ik eens een 0 op 20 had, dat ik gewoon zei van, wah, 0 op 20, easy. En dan deed ik daar gewoon stoer over in mijn klas. Dat doe ik nu nog altijd. Maar vandaag ben ik erop aangesproken dat ik het eigenlijk gewoon echt niet goed aan het doen ben. En als ik zo verder doe, dat het gewoon niet positief gaat eindigen voor mij. Dat het waarschijnlijk gaat resulteren in mijn jaar opnieuw doen of erger, er kan niks erger dan je jaar opnieuw doen. Ik doe gewoon nooit iets voor school en dat is niet omdat ik niet wil, dat is gewoon omdat ik geen tijd heb. En het gaat niet alleen om tijd hier, nee, het gaat ook om fucking motivatie. Het is gewoon weg, de motivatie is gewoon dat dingetje in mijn hoofd is weg. Ik weet niet waarom ik moest studeren voor school, het is gewoon niet leuk. YouTube is iets dat ik super graag doe en het is alsof school en YouTube die... Dat gaat niet. En als ik dan eens echt bezig ben, druk met school zoals deze week en ik skip één dagje uploaden, dan zie ik berichten van mensen die helemaal zitten te janken omdat ik niet heb geüpload. En dat snap ik perfect. Ik vind het zelf ook kut als ik niet upload. Dat zou niet mogen gebeuren. Ik ben geen fulltime YouTuber die elke dag alleen maar bezig is met YouTube en kan werken en YouTube doet als beroep. Ik ben niet eens een halftijdse YouTuber. YouTube is voor mij gewoon een hobby en ik doe het in mijn vrije tijd. Zelf dat is gelogen. Ik doe YouTube niet in mijn vrije tijd. Ik doe YouTube in alle tijd die ik heb na school. Ik ben nu 10 minuutjes terug van school. Ik zit nu al op te nemen. Hierna ga ik bewerken, de video renderen en hem online gooien. Dan is het 3 uur later en dan is het 8 uur 's avonds. Ik moet om 8 uur 's avonds nog beginnen leren voor al die fucking toetsen die ik morgen heb. En dat gebeurt niet, want het is 8 uur 's avonds en studeren in de avond is de grootste no fucking go zone die er is. Zelf televisie is interessanter dan studeren.
studeren. En je moet weten dat ik televisie haat. Ik heb gisteren gewoon serieus naar televisie gekeken in plaats van te studeren. En normaal kijk ik nooit naar televisie. Het was echt al gewoon een fucking maand geleden dat ik mijn televisie nog eens had gebruikt om naar tv te kijken. Echt een mirakel. Ik heb ook nooit leren plannen. Ik weet het niet. Ik snap niet wat ik nog doe op school. Ik snap niet wat ik nog doe in ASO. Een van de vragen die ik het meest gesteld krijg is ook gewoon: hoe de fuck combineer jij YouTube met ASO? Voor mensen die niet weten, ASO is ja gewoon de algemene secundaire onderwijs, het hoogste wat je kan doen. En ik weet dat zelf niet. Ik snap zelf ook niet hoe ik het doe. Maar mijn punten zijn altijd al net. Ik doe niets voor school en het is altijd net. Maar nu in het vijfde middelbaar voel ik echt gewoon dan: het is niet meer net. Het is echt gewoon net eronder. En ik weet niet wat het is, maar in het begin boeide het me allemaal niet zoveel. En dacht ik gewoon van: ik ga het wel ophalen. Nu begin ik echt gewoon te denken van: holy shit, ziet er echt niet goed uit. Ik geef toetsen af waar ik niks op invul, omdat ik niet weet wat ik moet invullen. Ik zit in de lessen en ik kan gewoon niet meevolgen. Het is alsof de leerkracht een fucking taal spreekt die ik niet begrijp. En dat is niet zo, die spreken gewoon Nederlands, maar ik kan gewoon de les niet volgen. Ik ga niet zeggen dat het te moeilijk is of zo, maar het is gewoon alsof ik iets heb overgeslaan. En dat is ook zo, ik heb nooit echt gestudeerd en ik heb morgen ook een toets. En die cursus is niet eens ingevuld. Ik bedoel, ik ga hier zelf ook kapot van. En op school kan ik zo stoer doen of ik wil met mijn punten. Ik vind het ook niet leuk. Nee. En ik wil goede punten halen. Ik wil gewoon mijn onderwijs afmaken. En zoals alle andere normale kinderen gewoon goede punten halen. Maar ik weet niet wat het is. Het is iets met mij die gewoon niet klopt. En ik haat het zelf echt. Want er zijn avonden geweest dat ik gewoon echt begin te wenen. En dat mogen jullie weten. Ik vertel dat niet graag over. Maar ja, soms huil ik ook wel eens. En dan ween ik echt gewoon omdat ik bang ben dat als het me niet zo gaat lukken met school. Dat ik gewoon in een diepe put ga vallen omdat ik geen diploma heb. Maar dat mijn toekomst gewoon één grote drol gaat zijn. En dan kan je zeggen: Enzo Knol heeft ook geen diploma. Ik ben zeker dat Enzo Knol daar zelf ook gewoon niet blij mee is. Maar ik ben zeker dat hij ook gewoon liever een diploma had gehad. En als hij het opnieuw kon doen, dat hij het sowieso opnieuw zou doen. Het is zo moeilijk om het uit te leggen. Maar ik hoop dat er mensen zijn die ik een beetje kan helpen. Mijn leerkrachten zelf, de mensen waarvan ik het minst had verwacht dat ze het gingen doen, proberen mij te motiveren om nog iets te doen voor school. Echt, maar ze gooien alles in de strijd om nog eens te praten met mij en te zeggen van: het is nu nog niet verloren, je moet nog niet blijven zitten, doe nog je best voor de rest van het schooljaar en dan is alles oké. Maar dat is echt niet zo makkelijk. Ik snap de les gewoon niet. Ik ben niet mee. Het is alsof je op een trein moet springen die voorbij je vliegt. Het is fucking moeilijk. En dan zie ik andere leerlingen waar ik vroeger altijd van dacht, die is dom, die nu gewoon veel betere punten haalt dan mij. En dat doet pijn. Dat doet echt pijn in mijn competitieve hart. Ja, het is kut. En ik dreig dan altijd van: als ik moet blijven zitten, dan ga ik stoppen met school. En ja, dat is denk ik ook wel de waarheid geworden. Ik ga niet blijven zitten. Ik ga na 14 jaar, als ik moet blijven zitten, niet met andere mensen nu ineens op school gaan zitten. Dat doe ik niet. Als ik mijn best niet doe voor mijn examens en het lukt me niet om over te gaan dit jaar, dan is het gewoon gedaan voor mij. Dan is het gewoon klaar, finito. Dan, nee. Ik weet dat YouTube waarschijnlijk niet mijn beroep later gaat worden. Wat ik nu aan het doen ben, kan ik binnen enkele jaren gewoon niet meer doen, omdat het, ja, er zit een leeftijd op. Als ik video's blijf maken zoals ik het nu doe, nee, dat kan je als 18-jarige jongen niet meer doen. Er gaat ook ooit wel eens een moment worden waarop ik niet meer zo fucking debiel doe. Hoe leuk ik het zelf ook vind wat ik nu aan het doen ben, ik weet dat ouderen mij de humor niet meer gaan aankunnen die ik nu doe. En daarom wil ik niet zeggen dat ik mezelf grappig vind, want nee. Ik zeg dan altijd tegen de leerkrachten: ja, nee, het kan niet, ik heb geen tijd, het is te moeilijk. Dan zeggen ze tegen mij altijd hetzelfde: Nathan, je maakt jezelf het zo moeilijk. Je zou zo goede punten kunnen hebben, je zou zo goede leerling kunnen zijn, maar je verspilt je tijd aan filmpjes maken op het internet. En dat hoor ik echt wekelijks. Mijn vrienden zeggen ook tegen mij van: je gaat niet stoppen met school, doe een keer normaal. Maar zij snappen dat ook niet, dat... Het zou super dom zijn als ik zou stoppen met school, maar ik denk dat, ja, nee, ik moet keuzes maken en risico van school laten vallen en volledig op YouTube gaan spreekt mij aan, omdat ik graag risico's neem, maar aan de andere kant is het ook gewoon te riskant. Ik wil niet dat ik moeilijkheden heb met geld verdienen later. Ik wil ook gewoon een leuk leven leiden waar geld absoluut geen probleem is. Maar het zou zo rot zijn als ik al mijn vrienden zie afstuderen op school en dat ik daar zit als YouTuber zonder diploma. Nee, dat zou ik zelf echt niet aankunnen. Ik zou me enorm beklagen later en dat weet ik gewoon zeker. En ja, het belangrijkste is dat gewoon mijn ouders, die waarschijnlijk ook denken van: als ik stop met school, dat mijn ouders ook gewoon fucking boos gaan zijn. Dus zo moeilijk. Zo fucking moeilijk. Het zijn van die dingen waar elk kind van mijn leeftijd wel eens moeilijkheden mee heeft met school en zo. Maar ik hoop gewoon dat ik binnenkort eindelijk gewoon een manier vind om YouTube en zo gewoon goed te combineren. En dat ik gewoon weet hoe ik het moet doen op school. En dat ik terug mee kan met alles en dat ik gewoon video's kan maken.
pakken en goede punten kan halen op school. En holy shit. Ja, dat is gewoon combineren. En dat is ook het enige wat ik moet leren. Ik moet gewoon leren combineren en dan komt alles wel goed. En ik hoop dat dit jaar gewoon dingen een beetje gaan veranderen. Want ik wil dagelijks uploaden en ik vind het leuk en ik verplicht mijzelf tot niets. Ik kan dagelijks uploaden, ik heb de motivatie en er moet een manier zijn hoe ik gewoon, ja, in deze richting kan blijven zitten, zo hoog blijven en gewoon ook filmpjes kan maken. Want mijn richting verlagen op school voor YouTube, dat is zoiets dat ik mij ook ga beklagen later. Dat, nee, dat wil ik niet. Ik wil een goed diploma en ik wil YouTube. Struggles, struggles, the struggles of a teenage boy, yes, you know. En als ik jullie dan nog één tipje zou mogen geven om de video af te sluiten. Slechte punten halen is echt niet cool. En ik doe altijd super stoer in de klas over hoe slecht dat mijn punten zijn. Maar luister er zelf eens naar. Een jongen die 0 op 30 haalt en er dat stoer mee doet. Ik weet zelf ook niet wat ik er zo stoer aan vind. Maar het is eigenlijk gewoon belachelijk en dom. Ja, dat wil ik al heel lang eens delen met jullie. Ook gewoon omdat het, ja. Jullie zijn mijn makkers, mijn familie, mijn vrienden. En jullie verdienen het om gewoon eigenlijk alles te weten waarop mijn hart ligt. Dus ja, bij deze. Dat is mijn maandelijks pijnmomentje. En ik ben zeker dat er over dit onderwerp nog veel tranen gaan vallen bij mij thuis. Want ja, mijn mama en papa willen ook gewoon dat ik een mooi diploma haal en een normale jongen ben. Alleen ga ik hen moeten teleurstellen. Een normale jongen ga ik nooit worden. Dat zit er gewoon niet in. Dat is niet de Nathan die zij willen. Dat is gewoon, nee, dat, Ze hebben een YouTuber op de wereld gezet. En eens dat je YouTuber bent, zit het altijd in je bloed. En gaat het er gewoon nooit uitgaan. Dus stoppen met YouTube is geen optie. En ik ben geen opgever. Dus ik denk dat stoppen met school er ook gewoon niet gaat inzetten voor mij. Want, kom aan, ik die stop met school? Nah. Kan ik jullie geen leuke verhalen mee vertellen over wat er is gebeurd op school. Dus dames en heren, vonden jullie dit nieuwe leuke video? Smash dan zeker even een duimpje omhoog voor meer Black Ops 3 commentaries. En ik ben Ace Zit en ik zou gewoon zeggen, ja, vond jij het leuk? Laat dan zeker een commentje achter me wat jij erover denkt. En ik zie jullie morgen bij de nieuwe video. Adios, bitches. You. Hallo. Kan jullie het gevoel als je fucking lang naar iets uitkijkt en fucking lang wacht op iets en als het dan eindelijk zover is... Ja, dan...